Hallo mensen, wel. Klopt er dan mijn telefoon, hou je mond. Welkom bij Disneycraft aflevering. Ja, ik word er gek van. Jullie horen het, we hebben een gast, maar meer zeg ik niet. Hij gaat nog joinen. Jullie hebben dus net een gehoord, maar jullie weten niet wie het is. Ik hou mijn welkomstberichtje klaar. Meneer, ik zou zeggen nee. Ik zou eerst zeggen, wij gaan nog eerst een intro zien. Misschien is dat handig. Meneer mag joinen in 3, 2, 1. Yay, het is goed, wat je met die jaak! En je bent de 24.256ste unieke bezoeker. Nou, wat een eer. Nou, wat een eer. Oké, ja, ik snap er geen kut van. Ik zie hier Lego hier ontstaan. Die heeft nog een oudere skin. Ik zie van allerlei mensen en... Ja, ik ga jou een rondleiding geven. Iedereen heeft armor aan en ik wil ook armor aan. Dan ben ik zo sterk. Ja, je mag armor hebben. Oké, ik ga in de bus en dan gaan we met de bus gaan we reizen naar de plek waar we heen gaan, want ik ken hier niks. Oké, sorry. Laat iets zien. Ja, follow me. Dit is gewoon de spawn. Hier kom je gewoon in een... Dit is eigenlijk nog budget, dit is eigenlijk buiten het park. Ik kan vliegen, hè? Ik kan niet vliegen. Ik kan vliegen. Dit is eigenlijk nog altijd, nee, ik zal maar niet vliegen. Dit is gewoon eigenlijk nog altijd buiten het park. En dat zijn dus admin. Ja, ik ben zo aan het bidden. Ja, wat is met die Disneycraft koffer? Ah ja, daarin kan jij van alles vinden. Je kan je chat kleren, je kan dingen in de purrenballen bakken, je kan de achievements bekijken, vriendenlijstjes, niet meer VIP menu en je hebt de kledingskast. En die kledingskast kan je allemaal gaan, ja. En achievements natuurlijk, ik heb ze allemaal, 191 van de 191. Het is lang zoeken geweest. Nee, oh shit. Je kan het ook gewoon uitdoen en in de prullenbak gooien als je inventory te vol zit. Ja, ik zet die wel hier neer. Ik heb tenminste nu Nike Airs. Oké, kom. Okay. Ja, ik zou zeggen, koop misschien maar eerst een ticketje. Maar dat kost geen geld. Maar dan heb je al een achievement. Op de plek. 3, 2. Oh, het rechtje. 3, 2, 1. Oh. Hey! En heb je 5 coins. Oké. Zullen we maar hier dan gewoon binnen gaan? Oh, medewerker, hallo, gegroet. Nu zijn we officieel. Nu als je hier door bent, nu ben je officieel in Disney. Maximus je zaak in Disney. Oh, dit is een mooie kasteel, maar dit is niet het kasteel waar ik die trump van gemaakt. Dit is het, dat wat je daar nog niet ziet bij ons, is het hotel. Wat je hier hebt, zeg maar de status. Je kan hier altijd terug naar Warp Hub, Warp Status. Het zijn alle attracties van het hele park. Aan de andere kant zijn allemaal loopattracties. Oké, wat gaan we doen? We gaan door de Main Street lopen. En daarna komen wij automatisch bij het kasteel uit. Oké, en dan gaan we ook nog in een attractie? We gaan in een attractie. We gaan te voet naar de Simba. Want de Simba, dames en heren, is terug open. Sinds ja, want ik had jij zei iets van de Simba. Daar moet je echt in zijn geweest. Want ja, ik je ben bouw nog is nog... gewoon echt ontiegelijk mooi. Ik ben nog nooit in deze zomerjob. Dit is de Main Street. Het is best wel mooi, what the fuck. En dit is een gebouw, dat wat hier nu opent, 2008 in april. Dat is nieuw, dat is pas in de herbouw gegaan. En dit huisje is ook nieuw. Het is allemaal gemaakt door Jens, heeft het huis gemaakt. Fucking mooi. En wie is Jens? Een van de medewerkers. Hangt er zelfs een Belgische vlag op. Oh, is half kapot. Wie heeft dat nou gedaan? Wat ben jij? Maar, ik ben doorgelopen. Maar, is dit... hier is het kasteel waar ik die hier is het Disney kasteel inderdaad zelf gemaakt. En dan heb je hier heb ik die screenshot. Die is hier gemaakt ongeveer. Hier zo ergens, zo. Welke screenshot? De bankje? Ja, die is hier, oh ja, van de thumbnail. Die is hier ongeveer, denk ik, gemaakt. Hier, want op deze plek. Want de waterpunt zit er nog op. Maar ja, mijn chunks zijn traag beladen. Maar, ja, mijn ook. Het kasteel is ook... En dat hebben ze allemaal zelf gemaakt. Dat hebben ze, alles wat hier staat is zelf gemaakt. Behalve een paar dingen, laat me even denken. Space Mountain heeft, de buitenkant heeft Team van Craventure gemaakt. Van de Rivercraft heeft de buitenkant ook Craventure gemaakt. En de rest, dit is allemaal Disney zelf. Dat zijn allemaal de medewerkers van het park. Nice. Jelle, wacht even. Want ik zal wel even wachten in de poort. Maar dus alles is gemaakt. Ik ben nog nooit in Disney geweest. Dus alles gebaseerd op Disney? Nee, dit is echt... Alleen echt eigen verzinsel. Vandaar ook was het eerste naam Vincent's Disneycraft. En nu is het gewoon Disneycraft. Ik vond het redelijk irritant. Vincent Disneycraft was het uniek. Was het uniek om het uniek te maken. En dit is dus het plein. Met hier, zeg maar voor je neus, dat was vroeger het treinstation.
Maar nu staat de VIP-spawn. Dus als ik slash spawn doe, kom ik daar in dat gebouw uit. Ja, ja, ja. Maar jij komt in een gewoon gebouw uit. Ja. En wat we hier hebben aan de linkse kant van mij, dat is Sneeuwwitje Loop-attractie. Ook heel mooi gebouw, vind ik zelf. Ja, dat is allemaal mooi. Misschien gaan we eerst deze kant op. Ik loop gewoon even ja, door. Ja, als we maar bij Simba uitkomen, denk ik. We komen bij Simba uit. We kunnen misschien nog even tussen attractie doen. Ja, dat kan. Ik loop tussen de plantjes. Nee, ja, maar dan heb jij hier de... Dat ze alles zelf gemaakt hebben en dat ze daar een beetje... Kijk, volgens mij dat kasteel, dat hebben ze in Disney zelf ook, in het hotel ook. Maar dat ze daar dan ook een eigen trend aan geven, vind ik best raar. Oh, dat is echt waar, dat is mooi. Nu kan jij hier kiezen, meneer. Of wij gaan in de Donald... Ik snap hier bedden. Ik weet niet wat ik moet voorstellen, maar... Of jij gaat in de Donaldsbaan, of jij gaat in de Cars. Is dat de Donaldbaan daar? De Donaldbaan is daar waar je nu naar kijkt, ja. En waar is de Cars? Daar, met die C, met die... Dat, ja, met Donald Duck. Ik heb meer met Donald Duck dan met Cars. Oké, okay. Hier over hekjes? Nee, over hekjes. Hier is de ingang. Oh, we hebben iemand nieuw. Melikam. Dat is dus een nieuwe. En zo gaat hij er altijd aan toe. Donald Baan, daar kan je 24, 24, 7 op 7, 365 op 365 in. Die is altijd open. Gaat vanzelf. Maar ik wil wel met jou in het karretje. Ja, met... ik... Sorry als je video kijkt, maar je loopt dit in beeld. En dat is niet waar. Ja. Ik zou zeggen, jij gaat maar helemaal van voor zitten, want wij hebben hem al gedaan. Dat kan ik. Die is nu bezig. Die is even in de rit. Die gaat gewoon, die komt binnen, die wacht een paar seconden, die gaat vanzelf en dat is permanent. Die gaat gewoon door, door, door. Die gaat gewoon echt de hele tijd door. En het was vroeger niet. Vroeger was het VIP-besturing attractie. Oh, ik kan gewoon cheat. Oh, ik ben level 1. Loop, ja, loop. Je bent level 1 en je gaat level up. En je kan, als je wilt weten wat, hoeveel dagen je moet, dan moet je R, dus AR, spatie, check doen. Dan zie je hoeveel uren en dagen je gespeeld hebt. En ik heb op mijn dingen 8 dagen, 16 uur, 35 minuten staan. Ik heb net 3 uur en 20 minuten. What the fuck, is, man? Ja, nee, dat is met de dinges. Of is dat nog hoe lang je moet? Ik weet het niet. Nee, dat is dat je level, ja, dat is level 1, maar maakt niet uit. Ramon, als jij vooruit zit, dan krijg je punten voor. Ik zit er niet in! Ja, ik kom, kom! Hier. Ja, we zitten redelijk achteraan. Oh, leuk, we hebben nog 2 lege kaartjes. Het gebeurt niet vaak, maar altijd als ik op... Ik duurde per ongeluk op shift, maar ik ga er niet uit. Nee, je kan er inderdaad niet uit. Gelukkig. Dat is... Ik ben een beetje bang, dus ik zit goed vast. Ingesteld dat je... Spugen hier? Ja. Als je een beetje ziek bent. Kan ik die chest uit? Nee. Nee, je kan niks open doen, je kan... Jij kan geen buttons inklikken. Je kan geen hendels overhalen, dat kan ik wel doen. Maar je kan het enige wat je kan doen is woedend deuren open doen. En op Tashplace lopen, behalve woedend Tashplace. Oh, ja. Maar ik vind die Donald daar bovenop ook bezig, dat je zo niet snel voor gaat. Donaldbaan is ook een 2.0 aangepast, want de ding waar we net onder zijn gegaan, dat was 1.0 om het zo te zeggen. Ja, dat was het ook. 1.0 was het nog niet zo. Ze hebben de Donaldbaan hebben ze ook een baan mee kogeltje gegeven. Oh, we gaan. En daarin zien jullie het kasteel van een nieuwe attractie in Space Mountain. Huh? Looping. Oh joh, is er een looping? Ja, die heb ik ook zelf gemaakt in een eigen server. Via Terrans hebben we ook zo'n looping gemaakt. Wat? Dat is echt raar. Het ziet er raar uit, maar toch. Je bent wel bladders. Met de plugin van Traincards kan een karretje inderdaad op bladders, ja. Je kan op bladders omhoog, je kan op bladders omlaag. Want er is een drivecoaster, maar die gaat nog op hier open. Je kan gewoon de Typhoon eigenlijk maken. Typhoon kan, ja, maar die moet je de dingen voor hebben op train cars, hè. Ja, ja. Maar dan zou je inderdaad Typhoon kunnen maken. ik denk dat de drivecoaster, dus dat is Peter Pan's Flight. Dat is de ene attractie met een... Oh, ik heb een achievement voltooid, de Donaldbaan. In heel veel attracties zitten achievements. Bijna in elke attractie zit een achievement. Nu, ik heb ze allemaal, dus ja. Dat is voor mij niet meer veel zoekwerk. Maar, misschien gaan we nu naar Simba lopen. Oké, ik ben er gewoon uit, oké. Jongens, wat ik jullie nu nog ga laten zien, ik ben er al een paar afleveringen over... Nee, ik ga het doen in 20 afleveringen. Ik ga pas doen in de 20ste aflevering. Ja, ik denk het wel. 20ste aflevering ga ik pas doen. Wat? Ik ga in de 20ste aflevering de statistieken van aflevering 1 laten zien, vergelijking met nu. Dus hoeveel dingen, deze kant, achter je. Ah.
We gaan deze kant op. Als we deze kant op gaan, kunnen we nog wat meer, kunnen we nog een extra attractie tussenin zien. En dat is Space Mountain. Die helaas nog een onderhoud is, maar ik ben benieuwd wanneer die terug op gaat. Sorry, maar ik vind het naam wel raar dat je zo'n 3 onderscores hebt. Van Donald Duck, maar... Ja, dat is zo heet de NPC, dus ja. Dat is inderdaad de NPC, daar kunnen zij niks doen. We gaan rechtdoor. Nee. Oh, je bent richting het plein aan lopen. Hier hebben we dan de Space Mountain. Dat is dicht. Ja, die is een onderhoud. Dat is, volgens mij is die nog een onderhoud. Ja, die is gesloten. Je ziet dat is ook gesloten staan. Als die open is, gaat gesloten. Dan is goed, dan staat er open. Je krijgt een dingetje. Wil je in Robin? Nee. We gaan verder, hè? Oké. Dus trouwens ook, het is... Wat? Het is ook een achtbaan. Dit is de Space Mountain. Ja, is dat ook een achtbaan? Ja, die is volledig binnen. Dat is ook de enige binnen achtbaan. Een soort, hoe heet het? Revolution, maar... Ja, nee, maar nee, dit is echt... Je gaat omhoog, je gaat ook onmiddellijk recht naar onder, looping dit, dat. Dat is echt een heavy achtbaan, maar dan met nog een dikke overkapping. Oké, okay, we hebben hier links de giraf staan van de Lion King, maar wij gaan naar dat kant. Heeft de Lion King een giraf? Ik weet het niet, maar... Wie is dat? Leroy! Oh, nee. Leroy, wat doe jij hier? Leroy! Maak je koen kapot. Let op, want hij kan de kiks eruit halen en dan kikt hij gewoon in de server. Zo. Ja, er is een plugin voor stoute mensen die worden gewoon kiks erop en klaar. Hey Robin, dank je ook. Wat toevallig. Hallo Robin. Kijk, dit is... Robin is de langs Ico Beacon. Oh, Ico Beacon is weg. De déjà vu. Hallo. Nou, wat je hier dus ziet, dat is de Simba. En ik weet niet of jij de vorige aflevering in Disneycraft gekeken hebt. Nee. Moet je maar eens terugkijken naar het station van toen. Jullie weten niet... Wat is met Vincent? Jullie weten dit Vincent niet is. Ja, boeien. Ik zal hem maar even snel opengooien. Jij moet gewoon even wachten. Dan zal ik... Moet je even voor de poort gaan staan met de Simba. Waar is... Daar staan poortjes, hè. Eens kijken, je staat er... Nee, andere kant, dat is uitgang. Kijk, mijn neemtijd, achter je. Omdraaien. Ja, daar die poortje moet je lopen. Dan doen we die open. Dan... Jij kan kiezen, jij gaat maar die kant, het is een race. Dan kan je wel voor zitten, maar zodra dat jij zit, ga ik pas broadcasten. Gaat jij niet mee? Ik kan wel mee, maar ik moet hem nog afsluiten. Ik zit voorin. Dan kan ik even broadcasten. En we hebben aan de ene kant een volle trein. Nu het leuke is, de VIP die bestuurt kan kiezen welke baan wint. Dat was ik sowieso van plan om jou te laten winnen. Dus het is 3-1. Dan is het wel logisch dat, ik weet niet als Martin, als hij nog naar jou toe gaat. Hallo Robin, Ico Beacon. Dit is jammer, want er zijn nu 2 Robins in de server. Ico Beacon en Deja Vu is ook een Robin. Oké, okay, jij bent in de linkse baan. Ik ga hem afsluiten. Ik ga starten. En ik ga mee. Voilà. Oh ja, dat is het voordeel. Ik kan gewoon mee. En dit is met dit station is het wel leuk, want wie loopt hier binnen? Ah, Holy shit! Er staat niemand op de baan! Dat is een NPC. Dus Mufasa. Hallo. Deze gaat wel niet zo snel. Nee, dat vind ik raar, want de oude Simba... Ja. Hey, we lopen achter! Ja, dat is gewoon even de dingen, maar we winnen. Het staat op links. Tenzij dat iemand dat heeft veranderd. Maar we halen hun waarschijnlijk nog wel in. Waarschijnlijk, maar normaal gezien wel. Er klopt iets niet met die speed in, omdat dat heb ik al opgemerkt. Dat zei dat er meer mensen er iets niet met die speed klopt. Oh, ik denk dat we ze hier gaan inhalen, omdat ze hier iets zwaarder zijn. Daardoor... Zie je? Kijk, we halen ze al bij. Oh, toch niet. Maar ze hebben de binnenbocht. Yes! Brrr. Pluto Disney. Pluto's Disney, inderdaad. Zijn er gewoon echt mensen die speciale namen aanmaken voor dit te spelen? Nee. Ja, ik weet het niet. Eigenlijk, ja, nee. Ja, nee. Ja, niet, denk ik. Oh. Maar, we hebben binnenbocht.
We hebben heel veel alu. We hebben heel veel buitenbochten. Ja, dat is de linkse cool. Dit was de Simba. Dit is de Simba nog altijd. Ja. En die heeft dus... Maar we gaan verliezen. Dat kan normaal niet. Want tenzij dat het kind wat achter mij zit op de knopje verduwt. Dan moet ik daar kijken. Stond daar op links. Is die VIP? Ja, die stond op links. De baan. Als hij niet braak zit, dan weet dat zij daar waarom zou die zichzelf niet dingen niet laten winnen? Oh, nu gaan we snel. Oh shit. Misschien gebruiken ze dat op het moment dat zij dat niet zien dat wij super snel gaan. Die loopt fucking. Ja. Hij loopt toch achter. Waarom ben ik er zo mee bezig of we gaan winnen of niet? Oké, wacht eens even. Wanneer kom je terug samen? Oh nee, we zijn al terug samen. Hetzelfde baan. Simba heeft dus in 2.0 al niet weg. Dan heeft zij het knopje geduwd. Oh. Ze heeft eigenlijk een knopje geduwd. Maar Simba heeft in 2.0 altijd eerst een baan mee overgekregen. En daarna heeft hij nu sinds niet lang, nu ga ik eens even inzoomen op het Optifine. Links, je staat nog altijd op links. Je staat gewoon fucking op links. Ja, zeg het. Dat jij inderdaad melden, Simba. Als je wint, krijg je dan een achievement, want dan wil ik dat achievement. Je krijgt automatisch overwin je niet een achievement normaal. Oh. Heb ik een achievement gekregen? Nee, ik heb alleen 5 Disneycraft points toegevoegd. Nou, ik ben graag. Bij Simba is een systeem fout. Waar is de uitgang? Links. Even hier ga ik de andere kant lopen. De kant waar ik kijk. Links. Op winden staat. Wind. Rechts. Oh, ik kan hierin, Jelle. Mag dat? Waar? Ja, er zit een achievement. De achievements hebben allemaal stone plates. Je bent er langs. Oh. 15. Oh, Disneycraft. Oh, nee, misschien toch een achievement. Ja, ik heb toch een achievement. Simba links. Ja, en je hebt de Simba rechts. Je hebt Kars links en Kars rechts. Het zijn de twee achtbanen die een dubbele baan hebben. Oh. Wat is nog te doen? Eens kijken, hè. Dus komen we nu uit Simba. Wat ik nog weet zitten van hier en wat ook leuk is, dat is... Een vliegtuig! Waar is dat? Oh ja, dat vliegtuig heb ik gebouwd. Heb ik nagemaakt met screenshots. Ja, wat zit er in de buurt? Lion King hebben we al gedaan. De... Kars, of is die te lang? Kars is eigenlijk minder lang. Ik kan ook even naar Warp. Kars, gewoon Warp en dan Kars. Ik kan maar even... openen, dan kan je uit de lucht volgen. Waarom Kars? Kars, dat is C, hè? Ja, ik moet poortjes openen. Zo. Waarom krijg je steeds 5 Disneycraft coins? Om de 10 minuten krijg je 5 coins automatisch bij. Ben je bij de Kars? Normaal. Je staat aan de andere, je staat aan de uitgang. Oei. Je stond volgens de dingen waar je voor staat, altijd juist. Normaal staan de warps juist. Ik ga je eerst laten zitten van voor. De kast, open. Linkerbaan, rechterbaan. Welke zou ik pakken? Ik ga nu weer voor links. Ga je weer voor links? Ja. Je moet aan de kant gaan zitten van voor waar de stoplichten staan. Dus waar de baanlichtjes staan van voor. Waar moet ik heen dan? De trap over. En dan moet je aan de... Dat je daar door poortjes kan. Waarom kun je daar door poortjes? Daar moet je inderdaad zitten. Zit je? Ja, dan ga ik nu even... En zeg iedereen, ik zit niet. Ik zit. Ik kan het zeggen, ik ben bij Kars. Kom er maar aan, jongen. Kijk waar mensen komen. We hebben er 1. Dat is 2. Zie ik net wegvliegen. 3. Zijn er fans van jou of zo? Ja, er zijn redelijk veel mensen. Die in de opname zitten. Nee, maar dat zijn regels eruit. Ik heb... regels, dat is... Oh, regel. Wat is? Ja, je mag niet met 2 in een hokje en dat is regel 12. Oh, zijn er aparte regels? Oeps. Ik bedoel...
ene Dilano XXX is bij mij komen zitten. En een Zohoi. Hallo? Zohoi. Oh ja, Zohoi, die ken ik inderdaad. Ja, nu kun je bij mij komen zitten. Oh, niet meer. Zeg dat je dadelijk even bij mij wil zitten tegen Dilano. Jij staat dus op links. En hij staat ook misschien... Jelle, kom erbij. Ik kan hem sluiten en ik kan nog erbij vliegen. Ja, dan heb je die Martin Sikpa aangegeven? Nee, maar die hoef ik niet aan te geven. Die moet gewoon luisteren. Er zijn duidelijke regels. En als hij daar zich niet aan houdt, wat dan? Als hij zich niet aan de regels houdt, bijvoorbeeld... Want dit is niet echt een regel waar veel op gaan wordt. Er zijn wel andere regels, zoals niet schelden en reclame maken. Dan word je gewoon gewend. Of gemuut. Reclame maken voor wat? Voor andere servers, voor sites, IP's doorgeven, Skypes vragen, bla bla bla. Skypes ook? Ja, dat is gewoon, ja. Als ik nu in de chat typ, ja, dan mag ik je Skype. Nee, dan gaan ze zeggen geen Skype vragen, bla bla bla. Maar het kan ook bijvoorbeeld dat je gewoon in het spelen bent, in één keer wordt Rudy gemaakt, dan zeg je heel duidelijk, hou op. En in één keer, heel de chat gaat leeg. Dan staat er ook chat is geclaird door. En dan wordt de chat gewoon helemaal geclaird om die sporen van, ja, mis, om de scheld dingen te verwijderen. Alleen omdat iemand hou op zegt? Nee, omdat er een ruzie is, zeg maar. Dat jij met iemand aan het schelden bent, en wie zei dit, en wie zei zus, en wie zei zo. Er moet altijd zo'n... Disneycraft, admin, hoe noem je dat? Er is meestal bijna altijd een admin of crew online. Ook al staat hij soms een vanish, die kan het gewoon clearen. Want er zijn er op dit moment twee in vanish. Als Gio er nog is, Pieter had ik in vanish. Ja, want die moeten dat in de gaten houden ofzo. Er zijn ook dingen, gelijk IQ Beacon, dat is zo'n... Die heeft als je slash list doet, zie je welke dingen dat je... Dus welke level dat je zit, hè. En wie wat is. Op dit moment zijn er dus 28 man online, 1 admin, dan heb je Vincent en nog, maar die heeft directeur gek. Een bot. Maar dus is die elke dag online? Vincent is bijna iedere dag online, man. Ja, maar Vincent is nu online. Vincent is wel online. Ja, nu online. Die is AFK. Ja, we hebben gewonnen. Die is wel AFK, ik weet niet wat je doet, dus daar eens kijken op Teamspeak, want die staat meestal aan. Ja. Oh, daar hebben veel mensen echt gevangen, like internet. Ja, mij hebben wachtjes 3, 6. Ik en Jelle hebben goed internet. En hebben echt rechts heeft bijna de helft geslecht internet, waardoor ook het midden en links. Ik ben jouw naam aan het zoeken in die hele tab. Maximus. Ja. Oké, ik ga even een nieuw kleding toevoegen. Maxi. Maxi. Missie. Ik weet je naam natuurlijk. Oh ja, daar. Je bij mij hebt geslagen. Maar ja, maakt niet uit. Bij iedereen. Kan je ook armor uitdoen? Ja. Op je muil. Kijk wat ik heb, hè. Ik heb huts of... Dit is wel echt het I Love DC shirt. Staat er ook op. Als je het aandoet, I Love DC shirt. Maar ook heb ik het officiële pub shirt. En dan heb ik een koffer bij 100 coins. Trouwens, hoeveel coins heb je nu al? Want hoeveel achievements heb je nu? 3? Ik kan ik kijken hoeveel coins? Ja, want je hebt coins staat in de balkje, dus in de schrift stad. Ja? Er staat hoeveel coins je hebt. Van Disney. Medewerkers online, Disneycraft coins en unieke spelers staat erin. En voor de achievements moet je gewoon even op de emerald klikken op de emerald en dan zie je daar de dingen staan. Hoeveel dat je er hebt. Waarom moet ik opduwen voor die coins? Voor de coins nergens, de coins zie je in beeld staan altijd. Maar de achievements, ze moet je even op. Oh, Disney, ik heb er 35. Ah, en voor de achievements moet je klikken op het koffertje. Daarna op de... Ja, Castlings af en daar heb je nog... Maar hoeveel heb je er? Op Disneycraft, neem een bezoekje aan Disneycraft. Waarom heb ik die niet gehad? Die weet ik wel, zit er volgens mij. Ontdek het kasteel, Mickey's neus, keuken... Hoeveel heb je er nu van 191? 191? Het staat daar bovenaan. Dat staat de langste pagina. Het staat hoeveel er... 5. Ik heb ze allemaal. Lang werk. Het is echt veel werk om ze allemaal te binnenhalen. Ja. Het is echt, daar heb ik ook lang over gedaan. VIP-menu, wat is VIP-menu? Nu heb ik een diamond blok in mijn inventory. VIP-menu kan je niet openen, want je bent geen VIP. Kijk.
Zie je dat? Heb je een duimpje door? Neem eens in je hand. Oh, nu is hij weg. Oh. Ja, ze nu... Hier is ook licht chat. Maak de chat leeg. Ja, dat kan je voor je eigen doen. Dus als jij bijvoorbeeld iets niet wil drukken, die blokje is heel, dan is jouw chat van jou alleen leeg. Ik ga eens proberen. Maar komt er wel terug dan? Het komt ook gewoon terug, maar dan wordt hij gewoon geclaard. De chat is succes. Oké. Okay. Ik kom hieruit, want ik word een beetje gek. Oké. Okay. Die mis. Gaan we hier op bakje zetten? Die volg ik niet. Ga weg! Ga aan de kant. In mij. Kan je. In mij. Trouwens, die trailer video, die is wel grappig. Oké, ik heb F5, dus jij even naar mijn mooie kijk. Weg. F5. Oh, die is weg. Nice. Nee, die zijn nog allemaal... Ja, oké, die zijn niet meer te bang. Maar misschien in de volgende week weer met films. Wie weet. Dan gaan we lekker verder doen in Disneycraft. Hij komt waarschijnlijk... Hij komt toch nog wel eens terug, hè? Natuurlijk. Maar ik wil nog meer weten. Meer verhalen voor volgende week in LOL in Disneycraft. Tot dan. Blijf kijken dus.